de Champions League is de ETTU Cup het belangrijkste Europese tafeltennistoernooi. Voor de 16e finale tegen het Tsjechische El Niño Praag zijn de spelers van Logis Oudergem er niet gerust in. Het is moeilijk om te weten wie is de sterkste speler van de andere ploeg. Die zijn alle drie van dezelfde niveau, dus ja, het is nog een lange weg tot de overwinning. De eerste partij van de avond zet Kulej Logis op 1-0. Daarna heeft Jean-Michel Seyf het erg moeilijk tegen de Tsjech Antonín Gavlas. In de laatste set staat de Tsjech 2-5 voor. Een uitzichtloze situatie, maar dat is buiten het publiek gerekend. C'est ça qui a peut-être aussi remotivé. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas motivé, mais qui va dire qu'il a survolté Jean-Michel à revenir. Il le dit souvent, à mon âge, avec un public aussi chaud, je retrouve une deuxième jeunesse. Et c'est vraiment fantastique de voir une salle comme ça remplie pour le tennis de table avec des gens qui encouragent, une ambiance de feu. C'est génial. La salle tête en plus, in le logis met de kop, met de toeschouwer. Die zijn veel, die doet veel lawaai en ja, die zijn altijd achter ons en dat doet veel plezier natuurlijk. Daarna is het de beurt aan Yannick Vostes. Hij wint zijn match tegen Thomas Tregler. En zo klopt Logis Praag met 3-0. Het was een très belle victoire, maar ik denk dat het een beetje historisch is voor de club. Donc, voilà, on va passer au 4e tour de la Coupe d'Europe. Maar voilà, on n'avait jamais fait ça dans le club. Volgende week zaterdag wacht in de 8e finale het Franse La Romagne. Oui, La Romagne, donc un club français de Pro League, donc c'est vraiment un club très fort. Donc ça, là je ne pense pas, on ne va pas partir favori dans ce match-là, mais on comptera de nouveau sur notre public. Volgende week, het is Frankrijk, de Franse ploeg van La Romagne, die is heel sterk in Frankrijk. En vanaf de kwartfinale komen de ploeg die waren derde in de groepfase in de Champions League. Dus de weg is heel, heel lang. Nous sommes les Bruxellois. Nous avons gagné. Nous avons chanté. Nous avons chanté.